leuk dat je kijkt naar deze nieuwe shoplog. Ik ben naar de Creadoe geweest en daar heb ik veel gekocht. Ik mag ook echt niet meer kopen van mezelf. Het is natuurlijk een shoplog rondom mijn nieuwe hobby bullet journalen. En ik heb ook van AliExpress nog wat laatste dingetjes binnengekregen. Dus die ga ik jullie ook laten zien. En daar ga ik mee beginnen. Ik heb bij AliExpress allerlei nieuwe inkt besteld. Stempelinkt. Ik had stempelinkt van de Action gekocht. En die was gewoon niet zo goed. Die kwaliteit was gewoon niet zo goed. Dus dat was leuk om het mee uit te testen. Absoluut. Of het wat voor je is. Maar verder was die inkt gewoon niet zo heel fijn. Dus ik heb nu deze gekocht. Craft Ink Pad. En die heb ik al getest en die werkt heel erg goed. Dus dat is heel fijn. En verder heb ik deze gekocht. Dat zijn Waterdrop. Andersom. Waterdrop inktjes. Dit zijn natuurlijk wel nagemaakt, want dit is wel een echte. En normaal ben ik daar niet zo van, maar ik wilde ze gewoon even testen. En ik moet eerlijk zeggen, ze zijn gewoon goed. Dus ja, ik heb me er schuldig aan gemaakt, jongens. En die heb ik dus in de kleur Weed. Een beetje, om een beetje vergeeld papier te kunnen maken. Ik heb een hele mooie Concord Grey paarse kleur. Die vind ik ook heel tof. Dan heb ik de kleur Pumpkin Spice. Die kon natuurlijk niet ontbreken. Een hele mooie Oasis Green. Een mooie groene kleur die ik heel tof vind. Dan een foutje denk ik. Want ik heb een mintgroene besteld. En nou ben ik niet zo van de mintgroen. Maar goed, ik denk dat ik het gewoon verkeerd heb gedaan. Cloudy White, dat vind ik heel leuk om mee op het zwart of bruin papier te stempelen. Dan een groene kleur die ik ook heel tof vind. Tea Leaves. Dat past een beetje bij die bruinige tinten, zeg maar. Ocean Depth is een hele mooie blauw-groene kleur. En als laatste heb ik een beetje mauve kleur. Die vond ik ook heel tof. Nou, daar kan ik voorlopig wel me even mee vooruit. Vervolgens heb ik bij AliExpress stickers besteld. En wauw, die waren gaaf. Ik vond ze echt te gek. Ik ga even kijken welke. Het is deze hele, en ja, weet je, het kost allemaal ook nog eens helemaal niks. Het is deze hele stapel. En dat is allemaal van dat vellum papier. Dus dat schijnt een beetje door. Ja, en ik vind dat dus heel gaaf voor in je journal. Met rozen. Maar ook van dit soort plaatjes. Om erin te plakken. Andersoortige bloemen. Want bloemen vind ik gewoon heel gaaf. Maar ook losse bladeren. Deze zwart-wit. Die vind ik ook heel tof. Ja, allemaal van dit soort prachtige stickers. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En daarnaast heb ik nog wat kleinere stickertjes met herfstthema. Dus paddenstoeltjes, wat herfstige bloemen, nog meer paddenstoel, wat kleinere stickertjes. Dat vind ik ook leuk. Want het hoeft allemaal niet van die hele grote stickers te zijn. Maar goed, het bakje is gewoon knijtervol nu. Kijk, dit is allemaal stickers. En nu vallen ze op de grond. Dus allemaal stickers die ik gewoon heel tof kan gebruiken. Heb ik dan nog meer van de... Ja... Oh, ik zei dat allemaal stickers waren. Dat is niet helemaal waar hoor. Maar deze zit op een velletje. Ik heb natuurlijk ook kerststickers gekocht. Deze vond ik heel gaaf. En deze vond ik heel gaaf. Die vind ik eigenlijk nog leuker.
Maar dat is voor de kerst en dat moet ook. Ja, je moet toch ook in de kerstboelen journalen, ja toch? En ik ben ook een beetje achteraf... Soms weet je ook niet meer helemaal wat je nou besteld hebt. En toen ben ik toch een beetje losgegaan op de herfststickers, geloof ik. Kijk nou. Gaaf, hè? Vind ik ook zo mooi. Gaat ook in het bakje. Nou, en allemaal van rendierachtige stickers, maar ook hele kleine vlindertjes. Als die wil focussen, ja, vlindertjes. En hier een, hoe heet dat ook alweer? Een envelopje met een stempel. Allemaal ook weer hele toffe, in herfstkleurenachtige stickers. En dat zijn, ik zit nu naar te kijken wat ik op de beurs heb gekocht. Dat zijn nog steeds niet mijn laatste stickers. Maar goed, dit is volgens mij wel alles wat van AliExpress is gekomen. Ja, dan had ik bij... Nee! Oh jongens, sorry hoor, dat is een beetje rommelig, maar ik heb zoveel. Het is echt erg, maar het is zo. Ik ben natuurlijk ook gek washi tape. Dus er waren ook nog wat washi tapejes onderweg van de AliExpress. Namelijk deze drie. En ik vind ze zo gaaf. Bloemenprintjes. Leuk hè? Ja, vind ik ook leuk. En Action heeft ook leuke washi tapejes. Die zijn ook nieuw. Dus ik dacht, nou, die horen bij de shoplog. Laat ik ze er maar bij doen. Dat zijn deze. Die heb ik bij de Action gekocht. Ik mis er één. Oh. Die heb ik in het laadje laten liggen. Denk ik. Volgens mij hoort daar ook nog een mintgroene bij. Maar weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval, washi tape. En toen ging ik naar de Crea doe. Ik ben met een vriendin van mij geweest en later sloot er nog een andere vriendin aan. Dus dat was natuurlijk hartstikke, hartstikke leuk. En daar heb ik ook dingen gekocht. Ik ging voor pennen, sowieso. Want ik had me natuurlijk laten inspireren door Crea Chick. En ik heb de Tombow Fudonezuko of zoiets gekocht. Hoofd bedekken. Deze. En die heeft zo'n heel fijn harder brush tip. Dus het handletteren gaat hier echt een stuk beter mee. Deze is echt aan te raden. Heel fijn. En dezelfde hebben de Pentels. Touch, Pentel Touch heten ze. Het komt ook allemaal uit China vandaan zo te zien. Of Japan, weet ik veel. Maar kijk, die hebben ook zo'n... ja, brushpen, harde tip. Dus hier ben ik nu mee aan het oefenen. En ik heb deze is gewoon zwart. En deze drie kleurtjes heb ik dan ook erbij. Dat vind ik leuke kleurtjes om mee in de journal te werken. Ook geïnspireerd op Crea Chick is de Tombow ABT. En dan specifiek de kleur N79. Want die schijnt heel mooi te zijn om schaduw mee aan te brengen. Als je een plaatje hebt geplakt of een tekening hebt gemaakt, dan kan je daar mooi schaduw mee maken. Dus die heb ik gekocht. En ja, als je er dan toch bent en toch even in de rondte kijkt, zie je gelijk weer vier leuke kleurtjes. Dus die heb ik ook gekocht. Dan had ik natuurlijk die leuke inktjes gekocht bij AliExpress. En wat ik ook leuk vind, net zoals met deze, die, even kijken welke dat was. Deze volgens mij, die Weed. Wat ik zei, dat vergeeld, beetje vergeeld papier maken. Dat doe je dan met van die blenders. Dus dan doe je inkt opnemen met die blender. En dan op je papier kun je dan leuk stempelen. En voor ieder kleurtje heb je dan zo'n dingetje nodig. Dus die heb ik er los bij gekocht. Ja, hè, je moet wat. Dus dat. En dan heb ik ook nog, om met zo'n blender, kan je ook met schabloontjes leuke dingen doen. Dus ik dacht, ik koop ook een schabloontje. Dan kan je die op je papier leggen en dan stempelen. En dan is het net of je een stenen muurtje hebt. Dat is leuk als achtergrond, dacht ik.
toen heb ik een nieuwe kneedgum gekocht. Van Ruimzeel dit keer volgens mij. Maar ik weet het niet. Kan iemand mij de functie van een kneedgum uitleggen? Ik weet dit, hij plakt heel erg. Je kan er wel een beetje mee leuk kneden, maar gummen? Hij doet het niet. In ieder geval niet goed. Of het moet aan mijn vulpotlood liggen. Ik heb een hele goedkope van de Action. Dat die dan niet goed is? Ik weet het niet. Als iemand het weet, please help me. Want dit is echt 10 keer niks. Want die vorige vond ik ook al niks. En die was van een heel duur merk. Maar misschien doe ik gewoon iets fout. Dat kan. Toen kwam ik deze clearstamps nog tegen. Ja, die vond ik natuurlijk wel heel erg leuk. Met vlindertjes en bloemetjes en vogeltjes hier. Heel schattig. Dus die heb ik ook meegenomen. Toen vond ik nog deze letters. Die vond ik ook wel heel tof. Ik heb natuurlijk al wel letters. Maar ik vind deze net iets leuker voor erbij. Want die andere zijn heel sierlijk. En deze worden dan gewoon iets strakker. Dan heb ik dit werkboek gekocht. Werkboek handletteren. Dus daar ga ik in oefenen. Die is van Paperfuel. En toen kocht ik die. Dit is van Mus Creatief. En dit is mijn bullet journal stickers. En dit is een heel boek vol met alleen maar stickers. Functionele stickers. Dus met dagen, maanden, dat soort dingen. In heel veel verschillende kleurtjes. Maar ook leuke stickers van alles en nog wat. Als jullie hier een keer een see-through van willen, laat het me weten. Dan kan ik die voor jullie opnemen. Dan gaan we er samen doorheen bladeren. Maar vooralsnog heb ik deze gekocht voor in mijn bullet journal. En dan als laatste kocht ik nog meer stempeltjes. Maar geen clear stamps dit keer. Ze zien er zo uit. En dat zijn hele leuke kleine stempeltjes met hier een potloodje. Dit is een ballonnetje. Dit is een bloemetje. Dit is, je zou zeggen, een stukje kaas. Maar als je ze allemaal naast elkaar plakt, zijn het vlaggetjes. Een sneeuwvlokje voor de winter. En zo'n honingraad dingetje. Dan kan je allemaal naast elkaar stempelen. Dan krijg je zo'n mooie honingraad achtergrond. En dat was het, jongens. Ik weet de prijzen niet meer. Want ik had het natuurlijk al heel enthousiast allemaal uit de verpakkingen gerukt. En de bonnetjes weggegooid. Ik weet wel dat ik bij elkaar op de beurs €124 kwijt was. Voor al deze dingen. En dat ik bij AliExpress weet ik het gewoon niet meer. Want dat komt allemaal zo verspreid binnen. En dat heb ik zo verspreid betaald. Maar ik weet wel dat ik voor nu even genoeg heb. Ik heb geen dingen meer op mijn wensenlijstje staan. En als ik ze heb, dan ga ik ze op mijn verlanglijstje voor de kerst zetten. En ja, dan ga ik hiermee gewoon heel mooi in mijn nieuwe bullet journal aan de gang. En gaan jullie van alles en nog wat van mij voorbij zien komen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat jullie deze shoplog in ieder geval heel leuk vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. En abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zou ik heel leuk vinden. Ik wil steeds meer een beetje van dit soort video's gaan maken. Dus is bullet journalen en dit soort spulletjes en creativiteit iets voor jou? Dan hoop ik dat je het leuk gaat vinden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doei!